Want in die tijd heb ik nog mijn eigen boos in de bak gestuurd. Ja. Ik weet niet of dat gaat weet, de zaak Jespers. Nee. Nog wel iets te vertellen. Ik deed ook veel dienst op het gerechtshof. Ik ging vangen van alle Brugge, Doornik, Vrijhoort. Wij moesten die dan voorleiden bij een onderzoeksrechter. Wij moesten die mensen begeleiden en voorleiden voor covering, beschuldigingstelling, al die. Ja. Ik deed dan ook veel asielzaken. En ik ken die onderzoeksrechter praktisch allemaal. Wij gingen dus morgens bij, goeiedag moet zeggen. En worden dan uitgenodigd op een kopje koffie. Ja. En hoor hij met mijn noten een keer naar de garage gewoon, voor dit of dat. Maar ja, waarom niet? Maar dat doen doe ik niets anders. Maar hij had er wat schade gedaan. Maar dan was er iets tussen gekomen en er was die bepaalde onderzoeksrechter, Jespers. Dus moordpoging. Moord. En die stal van 44 miljoen. Die was van hier in het Gentse loop. Ja. Maar dat was een combin. Allee, ik wou het zo zeggen. Een bepaald mevrouwke, Ledoux, noemde ze, mensen van 81 jaar. Die had wel spaarstentjes opzij zitten en weet ik allemaal. En die had vertrouwen genomen in die onderzoeksrechter. Door familie of kennissen. En dat ze zegt, meneer, wie wil jij dat voor mij een confiantje nemen en bewaren en wat weet ik allemaal. En het hier de sleutel van mijn klas. Als onderzoeksrechter moet je daar vertrouwen in hebben. Maar dat is niet gebeurd. Maar diezelfde onderzoeksrechter zat in Wendhem met een lief clubje. In Wendhem Stieber. Dus met dat gevolg was die een of het was standen. En dan heeft hij twee mannen leren kennen, onder andere de Kramer, die nog ergens in de kanten van Joegoslavië of Kosovo rondvaart. En een zekere garagist van Entergem, die op een stierenkunde, juist voor de koolheid. En dat was een combine geworden en dat was een vriendenkring geworden onder hun drie. Zodanig dat de Kramer een dubbel had van die sleutel van die kluis van de mens. Ja, wat de bedoeling was, dat weet ik niet. Heeft hij dat gedaan achter Jespers geweten? Of heeft Jespers zelf gezegd, kijk, moest er bij mij iets gebeuren, gaat hier de sleutel. Daar weten we nog altijd fijn niet van. Maar ik denk dat dat al ongeveer goed is. En voor Gendergem, dat was een garagist. Zijn we dan de vrouw van meneer Jespers en we dan een bom geplaatst in de Mercedes. Dat is mislukt. Die bom is wel afgegaan, maar niet met de nodige gevolgen dat zij gebeurd was. Dat is zelfs gefilmd geweest bij een student uit de kamer, uit zijn slaapkamer. Die zich half gehuurd heeft of gezien heeft. En dat is mislukt zodanig, ja, wie heeft dat gedaan, wie heeft dat bevolen. En met die situatie van dat lief van Jespers, die heeft dat gezegd, dat moet er toch iets gebeuren. Dan heeft de Kramer met Van Rendergen bij Jespers thuis, jij zat gewend om tv te kijken, als die drie anderen boven waren meer te versmeuren in bad. Maar was zij duurder. En hij heeft waarschijnlijk de Kramer met die sleutel van die kluis van madame de Ledoux geld weer gaan afhalen of uitgehaald. En ze gingen daar zondags mee naar Zwitserland vertrekken. Door wie zijn opdracht, op welke rekening, of weet ik. Dat is allemaal interne keuken. Dus, ik had me ook besteld op de martelaarszaal. Ik heb daar een ingang met een gebeer en een lezer. En ik had me erop besteld op de zijkant. Ik had daar heel dat kruis in zicht. Ik moet zeggen dat dat een kwartiertje duurde en dan verplaatsen we ons op een ander punt. En op een zeker moment zie ik een nul passeren aan de overkant
richting Eckergem. Hier nacht ligt dat niet brand. Ik zeg, mijn eigen, ik sta hier toch niet te doen. Ik zeg, goh, dan ben ik afgeschieten. Schieten mij erachter. En hier draait af en droog stevig. En dan schieten we de parking op van de Colruyt. Ik zeg, oula, ik zeg, die kan langs veur weer. Wegging. Ik zeg, hier moet de krap zijn. Ja, dooruit heb ik te stekken op de parking zelf. Allee, controle gedaan, papieren van de auto. Ja, drammer, beroep, garagist. Ja, en hij is voorbij de parking, er was zijn garage. Dus die mens had niet gedaan. Ik zei, meneer, ik zei, ik heb maar hier een achterlichting gedaan. Ja, normaal geven wij een waarschuwing. En binnen 2 dagen moet dan uw wagen komen tonen. Met de 2 achterlichting wel gedaan. Ik zei, en je zei, garagist. Ik zei, als ik buiten, maar je gaat toch een noten vermaken en dan de lampjes tekenen. Ik zei, dan ging je reserve lampen. Mijn koffer ging gewoon niet open. Daarmee keken we zo met ons lampen. En op zijn achterste zetel stond er een werkkoffer. Dus die duk doen. Ja, het materiaal in, van sleutels en toen de vis binnenkomen. En misschien genoeg lampjes, maar ja, goed. Zij komt dat je kop niet op. Aan de sleutels afgekomen zijn. Dat is onmogelijk. Zij, dat is te hoor. Alleen ja, zwet. Zij die koffer moet open. Ten andere breek ik hem. Alleen, hij heeft hem dan opengebroken. Dat gaat me niet op de zijn moeilijk. En als je de trucje kent. En nu zijn die sleutels ingewikkelder dan vroeger. Hè. Vroeger wordt hem een klepje wegduwen en die was los. Ja, die koffer was open. Nu heb ik hier ruffeldingen gezien. Ja jong, op eerste zicht zouden we het niet zien. Kartonnen deurs mee waren brood in en weet ik hem. En nu zat er 21 miljoen geld in. Obligaties, een zak met goudstukken, ja, weet ik hem. Het is uit de kluis gehaald. En achteraf hebben we dat ook bij de Kramer in Heusden nog 20 miljoen uit zijn lof gehaald. Die daar. Die nacht is u gezegd, met alles, de vlucht zijn naar Zwitserland.